Reviewvrienden, hoe is het? Ja, je gaat wel lekker hoor. Hey, wat zit er nou toch onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Het zal me toch weer wat zijn? Het zal me toch weer wat wezen? Laten we eens even gaan kijken. Hartstikke idee. Potjes babyvoeding. Nu heeft Achmet Muis wel een keer gezegd dat hij me een beetje kinderachtig vindt. Maar om dan godverdikke potjes babyvoeding te gaan opsturen. Olfariet. Spersiebonen, rundvlees en aardappel. En dat ziet er dan zo... Godverju. Dat ziet er dan zo uit. Nou, ik weet het niet. Maar ik heb heus wel een keer spersiebonen, rundvlees en aardappel gegeten. Maar de enige keer dat het er zo uitzag was... dat ik dezelfde avond nog last van het buikje kreeg, zeg maar. Broccoli, kalkoen en rijst. Tomaat, ham en macaroni. Ik heb vroeger nooit dit soort rotzooi gekregen. Want ik werd altijd door mijn moeder gewoon... met vers eten bediend, gewoon in een pannetje en dan blender er doorheen en dan werd het in Jan's buikje geprakt. Wat zit er eigenlijk in? Oh, hier zit eigenlijk ook helemaal geen rotzooi in, joh. Het is allemaal groente en aardappel en water. Meer is het niet. Nou, dat valt dus ook wel mee. En dit dan? Broccoli, water, aardappel, rijst, courgette, kalkoen, doperwten. Daar zit heel wat in. Ja, er zit ook allemaal geen viezigheid in. En hier ook niet. Krijg ik ook allemaal gewoon allemaal groenten en spul. Nou moeder, heb je mijn hele jeugd heel wat schompen staan te koken? Terwijl zo'n potje zit ook al eens in zonder de allemaal rare conserveringsmiddelen. Oeh. Conserveringsmiddelen, dat is ook niet helemaal normaal toch? Enfin, het lijkt me niet te vreten, maar koud al helemaal niet. Dus ik ga eens even au bain-marie maken. En au bain-marie betekent, ik pleur eens even een badje met heet water. Ja, tot zo. De potjes zijn lekker au bain-marie en lekker warm geworden. En het is tijd om te proeven. Welke zou ik eerst doen? Nou, ik begin wel hier. Heel onverstandig om een potje wat heel lang in een pan kokend water... heeft gezeten vast te pakken met je hand. Goed. Laten we gaan proeven. Deze... Auw, doet het weer. Broccoli, kalkoen en rijst. Ziet het er lekker uit? Het is natuurlijk helemaal smurrie, maar het is ook voor baby's, hè? Dus ik ga niet zeuren over dat het zo'n smurrie is, want ja, dan moet je geen babyvoer eten. Maar hoe sprak ik? Hier zit broccoli in. Hier zit kalkoen in. Hier zit rijst in. En het smaakt naar niks. Het smaakt echt naar niks. Het smaakt naar pap. En heel ver in de verte, in die pap, heel ver weg, zie je een heel klein beetje broccoli smaak. Heel ver weg, echt. Je zou het krijgen als baby, dan denk je toch ook van ja, gadverdamme zeg, ben ik op aarde? Denk ik nou, dan kan ik eindelijk lekker eens wat gaan eten. Die melk ken ik nou wel, zeg maar ook eens wat te bunkeren. Dan krijg je dit, smakeloze derry. Ja. Volgende hapje zit... In het volgende hapje zit spersiebonen, rundvlees en aardappel. Nu ben ik een man die van exotisch eten houdt. En sta met alle plezier 2 dagen in de keuken voor een Indonesische rijsttafel. Maar aardappelvlees groenten maken mij af en toe ook wel eens blij. Dus laten we eerlijk zijn, spersiebonen, rundvlees en aardappelen kan eigenlijk niet mis. Kijk, en dit is ook wel wat groffer dan die smurrie daarvan. Die heb je al wat kou ook. Smaakt exact hetzelfde als rijst, broccoli en kalkoen. Vertel me maar. Vertel me maar hoe rundvlees en kalkoen, spersiebonen, broccoli, rijst en aardappelen exact hetzelfde smaken als je het pureert. Dat kan toch helemaal niet? Tijd voor de pasta.
tomaat, macaroni en ham. Dit is niet te verpesten. Ja, het ziet eruit alsof de hond van de buren gisteren niet helemaal lekker is geworden na het eten van een kilo wortelen. Maar we geven dit de kans. Het is toch ongelooflijk. De macaroni is snot. Het grote verschil met die en die is dat dit nog ergens naar smaakt. Naar tomaat. En ook de ham heeft een smaak. Veel meer dan die en nog veel meer dan die. Ik zal even een verhaal vertellen. Ik had een vriendin. Gewoon een vriendin, dus niet... En die at dit dus nog steeds, terwijl ze over de 20 was. Die maakte potjes olfriet macaroni voor zichzelf klaar. 'S Avonds als ze moest eten. Maar goed, tijd voor de cijfertjes, jongens. En het wordt een slagveld. Nu begrijp ik ook wel dat ik geen baby ben, dat het niet voor mij bedoeld is. Maar aan de andere kant, baby's kunnen niet zeggen van... Godsamme kraken, wat stop je nou in mijn mond? Wat een smakeloze blubber. Dit is mijn cadeautje aan alle baby's in Nederland die dit soort bende krijgen van hun ouders. Broccoli, kalkoen en rijst is groene smurrie. Werkelijk zonder enige vorm van smaak. Dat is smakeloos. Die kan je echt niet je baby aandoen. Die krijgt van mij echt een 3. Het is, ja, dat gaat echt niet. Dan heb je hier dus de spersiebonen met rundvlees en aardappel. En die zijn voor 8 maanden, dus het is ietsje groffer. Maar niet dat het heel veel helpt, hoor, want er zit geen enkele bite in. Want alles is helemaal aan apenstront gekookt. En ook hier geen smaak. Nu begrijp ik best wel dat je voor een baby dit niet helemaal vol bunkert met zout of met peper. Ja, die baby'tjes die moeten nog een beetje wennen aan smaken. En te veel zout en te veel peper is helemaal niet goed voor die babybuikjes. Alleen hiermee voed je kinderen op dat eten naar niks smaakt. En ik denk niet dat het goed is voor de rest van hun leven. Dus persiebonen, rundvlees en aardappelen. Krijgt een 4. Nou ja, de winnaar, dat zagen we natuurlijk al aankomen. Is die aan snot gekookte macaroni met stukjes ham en tomaat. Waarom? Omdat het nog een beetje een smaak heeft. Geen hele lekkere smaak. Niet een mooie uitgesproken smaak. Het is eigenlijk helemaal niks. Maar vergeleken met die andere 2 kan het net een 5 hebben. En mama, ik wil even mijn excuses aanbieden dat ik je net voor gek zette. Dat jij vroeger altijd zelf eten maakte. Dat is toch een stukje lekkerder dan dit.